Vandaag gaan we deze leuke kattentent maken. Dierendag! Welkom bij het grote knutselfeest! Oh, we gaan toch vandaag weer lekker knutselen? En dat doen we speciaal voor Dierendag. Want Dierendag is een dag waarop we aan alle dieren laten zien hoeveel we van ze houden. En vandaag lijkt het me leuk om een kattentipie te maken. Weet je wat dat is? Ja. Wat dan? Dat is een tentje voor een kat. Heb jij een kat? Ja. Oh, nou dat komt goed uit. Dan kan jij misschien straks de kattentipie mee naar huis nemen. Ja. Oké, laten we aan de slag gaan. Voordat we gaan beginnen ga ik nog heel eventjes iets pakken. Want ik ben namelijk vanochtend even in het bos geweest en daar heb ik wat gevonden. Kijk, ik heb allemaal mooie stokken gevonden. Ik heb alvast een doekje, misschien kan je ze even schoonmaken. Oké. Heb je eigenlijk nog meer huisdieren? Ja, ik heb een hond. Oh. En een kat. Wat gezellig. En gaat dat wel goed samen dan, een hond en een kat? Nou, altijd gaat mijn kat gaat dan in mijn hondse mand, maar dan gaan ze stoeien, maar dan moet Miepie wiltjes daarin blijven. Dat is mijn kat. Wat een toestand, maar dan is dit dus een heel goed idee. Dan gaan we dus speciaal een kattententje maken voor Miepie. Ja. Zo, worden ze lekker schoon? Ja, deze is al veel schoon. Hey, maar waar slaapt Miepie de kat dan als ze geen eigen mandje heeft? Nou, dan slaapt ze onder mijn papa en mama haar bed. Oh ja, nou dan is het maar goed dat we een eigen bedje voor haar gaan maken. Ja. Deze zijn al schoon. Doe ik ze even zo bij elkaar. En dan heb ik hier een elastiekje dat alle stokken aan elkaar vastzitten. Hé, hey, en wat is eigenlijk jouw lievelingsdier? Oh, mijn lievelingsdier? Ik denk een panda en een koala. Een panda en een koala. En wat vind je daar zo leuk aan? Omdat die zijn allebei schattig en ik vind het leuk om met mijn vader te stoeien. En de panda's zijn ook heel veel van het stoeien. Ah ja, dus als jij zou mogen kiezen, dan zou jij wel een kleine panda of een koala willen zijn. Ja. Dit zit nu aan elkaar vast. En denk je al dat je kan raden wat we hiermee gaan doen? Het wordt een kattentipje. Dit is de vorm, hè, van de tent. Ja. Nou, top. Denk je dat hier een kat in zou passen? Ja. Nou, dan is het misschien tijd voor het tentdoek. Ik heb even op mijn zolder gekeken en ik vond daar nog deze oude deken. Oh, die lijkt me die wel mooi. Die is wel leuk, hè, om misschien een kattentent mee te maken. Ja. Als we die nou even zo dubbel vouwen. Oei. We gaan even een halve cirkel knippen. En als ik hem nou uitknip, kan jij even het kleed goed vasthouden. Oké. Okay. Heb jij eigenlijk wel eens zelf in een tent geslapen? Nee, dat gaan we volgens mij bij de zomervakantie gaan doen. Oh, wat leuk. En waar gaan jullie heen? Dan gaan we in Ibiza doen. Op Ibiza kamperen? Ja. Oh, dat is cool. Kijk, daar hebben we een grote halve cirkel geknipt. Ik heb hier die stokken. Laten we die even goed neerzetten zo. Oké, okay, een beetje zo verspreiden, hè. Oh, daar ging de tent. Doen we eentje aan deze kant. Ja, precies. En dan eentje aan deze kant. Ja. Nou, hij is in ieder geval lang genoeg, hè? Ja. Oké, okay, Olivia, kan jij dit vastmaken met een goede strik aan de bovenkant? Oké. Nou, dit wordt een hele mooie strik, zie ik. Jij hebt zeker wel je veterstrikdiploma gehaald. Nou, Olivia, het begint al wel een mooie tent te worden, hè? Ja. Maar ik denk dat we hem nog wel een klein beetje kunnen oppimpen. Ja, ik heb deze lintjes meegenomen. Oh, maar die zien er leuk uit. Als we nou een klein beetje textiellijm hier langs het randje smeren, dan kunnen we die er mooi tegenaan plakken. Ja. Is Miepie eigenlijk een beetje een knuffelkat? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja? Wat doet ze dan? Nou, ze speelt heel vaak met lintjes en van die dingen. Oh, en komt ze ook op schoot liggen? Ja. Oh, wat gezellig. Nou, het lintje mag nog heel even drogen, maar ik heb wel een leuk idee om in de tussentijd even te doen. Heb je daar zin in? Ja. Ja, Olivia, welkom bij het dierenruik- en voel-experiment. Ik pak straks voor jou een bakje en daar zit iets in wat bij een dier hoort. Ik doe bij jou de blinddoek om en dan mag jij voelen en ruiken en raden wat het is. Oké, daar is de eerste. Ja. Ja, even ruiken. Wat denk je dat het is? Een bot. Een lekker hondenkoekje, hè? In de vorm van een botje. Kijk maar. Oh ja. Helemaal goed. Daar is de volgende, hoor. Ik ben benieuwd wat je denkt dat dit is. Hoe voelt dat? Heel erg hooi. Hooi dit toe. Ruikt echt best lekker. Ja. Waar denk je dat dit bij hoort?
Ik denk een paard, omdat het weer best wel hooi is. Nou, dat is helemaal goed. Kijk u maar. Maar eigenlijk houden er best wel veel dieren, hè, van hooi. Ja, maar ook een paard. Ook een paard. Dus dat is helemaal correct. Nou, door naar de volgende. Oké. Daar is de laatste. Ik ben heel benieuwd of je deze kan raden. Misschien weet ik het nu wel. Hoe ruikt het? Het ruikt meer van brokjes, maar dan van kat en je dag. Dat is niet helemaal goed. Het is best klein. Ja, hè? Zou het dan ook door een klein dier gegeten worden misschien? Een vis. Ja, kijk maar. Het zijn vissenkorrels. Lijkt het je lekker? Nee. Nee? Oh, nou dan zal ik dit niet vanavond voor je voorzetten. Oké, nou heel goed gedaan. Gaan we weer doorknutselen. Hey Olivia, wat denk je van de tent? Ja, ik vind hem eigenlijk wel mooi, ja. Hij wordt echt mooi, hè? Maar denk je dat Miepie hier lekker in kan liggen? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik heb nog wel een ideetje. Kijk. Hier, een lekker kussentje. Kan jij die erin leggen? Ja. En hier, wat denk je dat dit is? Allemaal lampjes. Leuke lampjes. Ja, daar kunnen we hem ook mee opfleuren. Kijk, als we die een beetje zo hier overheen hangen. Ik denk dat Miepie dit heel leuk vindt. Kijk, dan kan ze lekker, kan ze er een beetje zo tegen gaan slaan. Als een kat zo. Oeh. Ja. Hé, hij is echt cool geworden. Ja, denk je dat het een goed idee is om hem aan de mensen thuis te gaan laten zien? Ja, oké, gaan we dat doen. Tada! Oh, wat is die mooi geworden, hè, Olivia? Ja. Hé, denk je dat Miepie hier lekker in kan slapen? Ja, ik denk het wel, ja. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet als Miepie hierin ligt. Hey Olivia, als jij deze tent nou meeneemt, stuur jij mij dan een filmpje van hoe Miepie hierin ligt te slapen? Ja. Oké, top. Misschien kan je het vast even gaan vertellen aan Miep. Dan stuur ik zo de tent naar jou op. Oké. Nou, was gezellig, hè? Doei! Ja, doei! Doei! Oh, kijk die Miepie nou eens lekker liggen. En wat staat die typie leuk in het interieur. Dat hebben wij goed gedaan, zo helemaal matchend. Nou, dit ziet er heel gezellig uit. Ik ben blij dat, dat het goed terecht is gekomen. Wil jij nou ook zo'n leuk kattententje maken? En wil je weten wat je daarvoor nodig hebt? Kijk dan even in de beschrijving. En wil je nou nog even doorknutselen? Check dan de hele afspeellijst van alle knutselvideo's. Zien jullie volgende keer weer. Fijne dierendag! Doei! Ik ga even lekker dutje doen. Doei!